Dit programma wordt mij mogelijk maken door het Kazematten-museum en de museumvereniging. Het is het verhaal van een Leeds-groepje dappere soldaten onder leiding van kapitein Boers die hier op de Aarsterdijk de Duitsers tegenhouden kennen. En toch rint het net goed aan. Hier van de Stille Scotland is ik een hele persoonlijke van kapitein Boers. Hier in het Kazematten Museum bij Kwamme te Zoon. De Aarsterdijk is een kwetsbaar punt in de Nederlandse verdediging, want als deze bombardeerd wordt, staat heel Nederland onder water. Vanuit de Sanneum de Kazematten waar de slag later nog kapitein Boers, die 224 Nederlanders onder zijn bevel hier. Zijn Duitse opponent wie generaal-majoor Koert Veld, commandant van een cavaleriedivisie. Hallo, Miranda Werkman. Wim Stienstra, conservator van het Kazematten Museum. Wat zit Jim hier op een hele bijzondere locatie van een museum? He? Ja, dit is de locatie ook waar het allemaal gebeurd is in mei 1940. Dan komt er een, wat men noemt, een gewapende verkenning en komen Duitse troepen hier de dijk op. Komen ongeveer tot de knik hier in de Afsluitdijk. Die bocht, zeg maar. Ja, de bocht. En worden dan onder vuur genomen door de mitrailleurs en de kanonnen van Kornwitterzand. En hoe ging dat nou, die verkenning, die eerste verkenning van de Duitsers? Ja, de aanval was afgeslagen, maar de Duitsers laten het er dan niet bij zitten. En besluiten om met zwaardere artillerie de hele stelling te beschieten. En er worden ook luchtaanvallen uitgevoerd, bombardementen door vliegtuigen op de kazematten, waarbij er overigens weinig schade wordt aangericht. Want ja, met dikke muren van 3 meter dik heeft het niet veel effect. Dit is de commandopost. Dit is de commandopost. Hier zat dus inderdaad kapitein Boers met zijn plaatsvervanger. Vanuit de commandopost koerde de kapitein contact houden met de marine. En zo dirigeerde kapitein Boers een kanonneerboot naar het waard. Die kreeg van reparatie bij Den Helderlijn hier. En een oorlogsschip, Johan Maurits van Nassau, heeft toen de Duitse stellingen beschoten op de kop van Afsluitdijk. Zij toch niks van, bij komt dat zwierig geschut in een waai? Ja, die Duitsers hadden geen idee. 15 centimeter scheepsartillerie. Zo. En daardoor hebben de Duitsers verder ook niet veel actie meer ondernomen richting Kornwitterzand. Goh Wim, wat ik dan denk, he, van hier houden ze als enige in Nederland de soldaten, de Duitsers, tjin. En toch rint dat helemaal net goed af. Nee, het loopt niet goed af, want men moet capituleren. Het moest. Het moest. Nederland capituleerde na het bombardement op Rotterdam. Hier had men stand gehouden. De teleurstelling, de frustratie onder de manschappen hier was enorm. Ja, dat maar kan ik me intinken, ja. Men had geen keus. Het was over. Don't you know, don't you know where to stay? Every time you think about it, talking around it again. Een pier verzels vaart de Stille Scotten. Wim neemt mij daarom mooi naar een geheim depot. Nou, we zijn hier bij het depot. Jongen. Weinig mensen weten dat het hier zit. Dit is echt mega geheim. Dit is een hele bijzondere plek waar niet veel mensen komen. Dat klopt. Dit vind ik eigenlijk wel een stille schat. Ja. En dan mag het toch komen? Dit is het ook. Je moet echt de uniform van... Ja, allemaal Nederlands van voor de oorlog. Zoals ook gedragen werden in mei 1940. Zo. In het veldgrijs. Maar Wim, wat is dan de stille Scott die smeer nog zien in de worst? Nou, die zit in een van de archiefkasten en die zal ik nu openmaken. Dit is de eerste. Hier zit namelijk een originele Duitse stafkaart in. Die gebruikt is door... generaal Koert Veld. Die kaart laat de Duitse aanval zien op de kop Afsluitdijk. Mag ik hem vastpakken? Je mag hem vasthouden. Ja, hoor. Wees er wel heel voorzichtig mee. Jeetje, deze kaart hebben de Duitsers in handen gehad. Ja. Dit is hier voor de Duitsers. Deze is gebruikt in het hoofdkwartier van generaal Veld. En dat zat in Sneek in Hotel de Wijnberg.
Nou, dat is er nog steeds aan de Marktstraat. Klopt, En het bijzondere is, je ziet dus ook de aanval op de wondstelling die hier ingetekend is. Hè, dus de eerste opvangstellingen. Hier hebben we de afsluitdijk met de knik. Hier hebben we Kornweer de Zand, waar we ons nu bevinden. En je ziet dat de Duitsers ook de schootssectoren van de kazematten ingetekend hebben met behulp van die pijltjes. Die kaart die is op een hele bijzondere manier uiteindelijk in bezit gekomen. Uiteindelijk is er een capitulatiebespreking geweest. En daar heeft een Nederlandse officier die kaart, nou ja, meegejat, zal ik maar zeggen, gestolen. Ja. En je kunt je afvragen wat zijn bedoeling daarmee was. Maar hij had een zware straf kunnen riskeren, want ja, we hadden gecapituleerd. En toch heeft hij gemeend om die kaart mee te nemen. Nou, en uiteindelijk is die kaart via wat omwegen in het museum terechtgekomen. Maar voor zover bekend is dit dus ook gewoon de enige kaart die betrekking heeft op de strijd bij de wondstelling en Kornweer de Zand. Gestolen in de Wijnberg in Sneek. Ik heb nog een hele persoonlijke stille schat. Dat heeft betrekking op de kanonierboot, de Johan Maurits van Nassau, die de Duitse stelling op de kop van de afsluitdijk beschoot. Die kanonierboot die kreeg na die beschieting opdracht om naar Engeland te gaan. En die is in een konvooi met andere schepen uiteindelijk voor de kust van Callandsoog aangevallen door de Duitsers, gebombardeerd en tot zinken gebracht. En van een van de bemanningsleden van dat schip hebben wij ook nog een persoonlijke bezitting. Dit is het horloge van hofmeester Koenraads, die aan boord van de Johan Maurits van Nassau zat. Die is in het water gesprongen en het horloge is stil blijven staan toen hij in de Noordzee terechtkwam. Dus dat wie, 20 persoon? Ja, zo ongeveer. Ja. Hij heeft het oerlibben? Hij heeft het overleefd. Ja, 17 andere opvarenden niet. Je zou dit nog misschien restaureren kunnen en dan in het museum, ik zie het. Of je dat een domme gedachte? Helemaal niet. Het horloge is inderdaad kwetsbaar. Niet alleen omdat het in het water heeft gelegen, maar natuurlijk heel erg oud is. En het is ook de bedoeling dat het weer in de expositie terugkomt. Hoe is het eigenlijk Arum met kapitein Boers? Ja, niet goed. Hij is na de capitulatie al vrij snel in het verzet gegaan. Ja. En is op een gegeven moment samen met een grote groep opgepakt door de Duitsers. En is in 1942 gefusilleerd in kamp Oranienburg. In het concentratiekamp? In het concentratiekamp. En hij heeft daarvoor heeft hij nog een afscheidsbrief geschreven aan zijn zoons. Dat is deze brief? Dat is deze brief. Ja. En wij hebben sinds 4 mei van dit jaar de originele brief gekregen van de familie. De originele? De originele brief, ja. Dat is echt een stille schat. Ja, dat is heel bijzonder. Ken ik die zien? Heel persoonlijk. Die kun je zien, zeker. Ja hoor. Hij zit hierin. Heel goed verpakt, mag ik wel zeggen. Dit is heel kwetsbaar, hè? Kwetsbaar oud oorlogspapier. Mag ik hem vers pakken? Ja, voor deze gelegenheid. Oh, dat is heel, heel bijzonder. Want wat scroo, jong. Je bent met je witte dat je deeg in. Beste jongen. Het is de laatste zucht voor ik afscheid neem van dit aardse leven. Het is mij even koud op het lijf gevallen als nu jullie. Ik ben er gelukkig erg rustig onder. Het maakt mij gelukkig te weten dat jullie nu beide onder dak bent. Wat ook voor jullie moeder een steun zal zijn. Jongens, jullie hebben je leven nog voor je. Mogen het er voorspoedig en gelukkig zijn en jullie je in vinden wat je erin zocht, niet alleen, maar ook wat er uitgehaald moet worden. Met mijn meest hartelijke groeten en stevig vijven. Het zal een handdruk werden. Ja, dat is handdruk, ja. Je liefhebbende vader. Poeh. Dat maakt het heel persoonlijk, hè? Ja, emotionele brief. Ja, ja. Ja. Hij zei het van, ik vind mijn rest in mijn ogen. Dit is wat ik dwang moest. En het ging hem goed en tink ging kweer. En dan het op papier zetten nog, hè? Dit is een hele mooie, persoonlijke, stille schat. Ja. Oorwieken ben ik in Museum Joure. Het zal mij benijden wat voor stille schatten ik daar ontref. Dit programma waard mij mogelijk maken door het Kazematten Museum en de Museumvereniging.